Hey, hallo, welkom bij Kutmannen. Ik ben Bappie en vandaag hebben we... Flip. En in plaats van een Q&A gaan we nu een stelling tackelen. En dit is de stelling van deze keer. Guys, is het tijd voor Texit? Is het tijd voor Texit? Jij eerst? Ja. Ja, ik vind het echt moeilijk, want... Kijk, aan de ene kant vraag ik me dit best vaak af. Omdat ik dan aan bijvoorbeeld mijn moeder of mijn oma moet gaan uitleggen waar LHBTQIA+ voor staat. En terwijl ik dat aan het uitleggen ben, kom ik langs de T en denk ik, hé, maar alles gaat over seksualiteit en dit als enige niet. Plus, er staat geen N in, of een NB. Er staat geen G voor gender anything anders. Mm-hmm. Dus het is ook niet alsof die LHBTQIA+ zo inclusief is, dat er dan ook nog andere dingen over gender genoemd worden. Dus het wordt alleen als, hé, hier heb je trans en dat is de enige optie en anders hoor je niet bij ons. Of zo. En dat vind ik verwarrend. Dus er zou misschien een LHBQIA+ ding moeten zijn en een TNBG+. Dat wordt verwarrend. Ja. Ja, dat wordt verwarrend. Dat wordt... Maar ja, vind jij dit nu niet verwarrend? Ik gebruik het woord gewoon queer om alles in één keer te pakken. Dat doe ik ook. Ja. Dat vind ik gewoon veel makkelijker. Het is like, hey, niet cis, niet hetero, gefeliciteerd, welkom bij de queer umbrella. Zeg ik gelijk dat het hele LHBT echt 100% eruit moet? Nee, maar het is misschien handig zeggen te zeggen, hier heb je queer en daaronder valt gewoon lekker alles. De rest. Ja. Ik snap dat het ook een beef is van niet iedereen wil queer gebruiken, want het is ook een scheldwoord, maar... We kunnen dingen reclaimen, ligt aan in welk context je oppakt. Maar tackle jij eens de Texit vraag en dan tackle ik de Texit vraag en dat komt helemaal goed. Ik vind van niet. Omdat ik denk dat de reden dat de focus in de LGBTQ enorm ligt op seksualiteit, komt omdat vooral toch homo's en lesbiennes heel lang de frontrunners geweest zijn van deze beweging. Terwijl eigenlijk de mensen die dit allemaal ervoor gezorgd hebben bij POC trans women zijn. Dus dat is gewoon een shift die niet klopt, maar die door media en witheid en allemaal dat soort dingen zwaar gepolariseerd is. En om het eens te zijn, iedereen die in de LGBT zit is queer. Prima als je die term niet wil gebruiken, maar dat is wel waar het op neerkomt. En om daar weer onderscheid in te gaan maken, voelt alleen maar als een soort secularisering binnen mensen die al het moeilijk hebben. Zeg maar een leven hebben binnen een maatschappij die zegt, oh joh, maar jullie zijn maar een groepje letters. Maar dan zou je of moeten zeggen, inderdaad alle letters weg. Ofwel, vind ik dan, ofwel een onderscheid maken, want het klopt technisch gezien niet. Wat er een beetje aan de hand is dat T staat natuurlijk voor trans. En je zou kunnen beargumenteren dat trans niet alleen maar binair is, maar trans ook non-binair is. Ja. En I staat natuurlijk voor intersex. Maar er zijn ook mensen die non-binair zijn die niet trans zijn. Precies, dus dat is, het is ook omdat we natuurlijk zelf allemaal nog zo'n andere gewaarwording hebben van gender. I, was dat, ik heel even vergeten, je hebt gelijk. I is intersex. Hoe durf je de I te vergeten? Ja, heel... Kut. Ik moet nog even uitleggen wat de hele LHBT ding is, want ik heb het gevoel dat als we voorbij de T gaan, dat de meeste kijkers denken, is meer dan T. Maar het zijn er maar drie die we moeten noemen. Q is queer, I is intersex, A is asexual. Ja. Sommige kringen zeggen dat A voor ally is, dat is onzin. Nee, dat, dat is een leugen, trap dat eruit. En er zijn mensen die A als agender doen. Ja. Maar A staat volgens mij, A staat voor iedereen die zeg maar iets niet voelt. Dus of dat nou asexueel, aromantic of agender is, dat mag je verder, net zoals dat trans of transbinair of transnominair kan zijn. En Italianen, die gaan zeggen, ey. Ey, Vinnie. En de plus is alles wat daar buiten valt nog. Ja. Ja. Alles wat ook moeilijk is om het inclusief te houden. Ja, het is onmogelijk. Dat is zo moeilijk eraan, omdat iedereen het ook anders experienced. Dus om te zeggen, dus kunnen we überhaupt wel zeggen dat er één term is die op iedereen applicable is, of is of dat juist weer zeg maar, of is dat weer te generaliserend? Moeten we wel zeggen, oh ja, we gebruiken LGBTQ als iets waar iedereen zich in kan vinden, of zeggen we gebruiken het zodat we kunnen aanduiden, maar jij hebt daar altijd je eigen toevoeging op. Maar dat is toch sowieso? Ja, maar heel veel mensen vinden dus dat er een term moet zijn, of dat zeg maar de letters iets moeten vertegenwoordigen waar iedereen zich in kan vinden. En ik denk dat het op een groot deel dat ook wel zo is. Maar je kan ook niet verwachten dat
iets waar de hele wereld zich in zou moeten kunnen vinden, dat dat altijd 100% applicable is op hoe jij je voelt. Ja. Ik bedoel, toen wij gingen lullen over third gender, fijn, we gebruiken het westerse ideaal zegt, we hebben een third gender. Maar toen ging onderzoeken van de Mahu, zijn ze het hele idee van gender is het niet. We hebben er like vijf, maar we hebben een andere naam, andere dingen ervoor. Ja. En wij plakken niet om de LHBT, want het is onze norm binnen onze cultuur. Ja. Dus als wij bijvoorbeeld zeggen, hey, we praten over LHBT plus en alle dingen erbij, dan moet je ook snappen, het is een heel westerse standaard. Ja. Dus een groot gedeelte van Zuid-Amerika zegt, helemaal niet, weet je, dat werkt niet zo. En voor de Mahu is queer niet per se LHBT of wat dan ook. Of queer, van zin, like, wat hun hebben qua gender, telt ook niet onder dat aspect. Want het is altijd geweest wat het is. Dus we moeten ook beseffen, het is echt een heel klein continentje wat hiermee struggelt. Ja. Over de tekst zit, wat we mee willen doen. En dan ook is de vraag in het algemeen van, ik vind de thee moet erbij blijven. Maar meer omdat, praten van mijn ervaring en jouw ervaring, wij gingen van L door naar T. Ja. Dus we hebben eigenlijk een soort van een paar riedeltjes afgerand. Om te uiteindelijk zeggen, we zitten erbij. En zoals jij zei, qua geschiedenis, we hebben altijd een onderdeel in gespeeld. Dus om eigenlijk te zeggen van, we doen het niet. We kunnen heel standvastig zeggen, ja, maar eentje gaat over seksualiteit en eentje gaat over gender. Dus dat moet je loshalen van elkaar. Maar dan moeten we, als we zo zitten te mierenneuk op taal, officieel ook zeggen dat we niet Europa zijn, maar Eurasië. Want eigenlijk zit China anders vastgeplakt. Ja. Ja, maar het ding is waarom ik wel vind dat het los van elkaar zou moeten, is omdat ik denk dat het in de hoofden van veel mensen, die trekken nu een link tussen seksualiteit en gender. Ja. Daarom, ik bedoel, die vraag zit ook in Self-Made Man, maar dan, waar val je dan op? Ja. Dat is iets waar heel veel mensen meteen heel nieuwsgierig naar zijn. En ik bedoel, die vraag mag je prima aan me stellen. Mm. Maar ik heb wel het gevoel dat de assumption of het vooroordeel als je een anders gegenderde bent. Ja. Goed gezegd, lekker, politiek correct. Dat het vooroordeel is dat je dan ook anders geseksualiseerd moet anders zijn. Anders geseksualiseerd maar dat moet zijn. Ook van het feit dat het nog heel lang als transseksueel is. Zeker. Ja. Ik denk dat dat ook zeker niet meehelpt. Maar daarom denk ik, als we toch goede stappen aan het maken zijn. Ik ben heel erg voor het woord queer, omdat ik dan ook niet die hele alfabetreeks de hele tijd uit mijn fucking mond moet poepen. Ja. Bij queer kan ik gewoon het overkoepelend houden met één woord en dan is het ook nog een gezellig woord. Nou, en ook, dan hoef je ook niet meteen aan iedereen die vraagt wat ben je of hoe identificeer je precies uit te leggen welke letters het zijn. True. Want ik ben queer in meer manieren. Ik ben niet alleen trans, ik ben ook bi. Maar ik ga niet per se tegen iedere persoon die naar mij toe komt zeggen, oh trouwens. By the way, dit zijn al mijn labels. Dit zijn al mijn labels. Zo'n jasje open trekken. Maar dan de vraag, wat vinden jullie ervan als iemand zich eigenlijk als cis-hetero identificeert, maar zichzelf ook queer noemt? What the fuck doe je in onze groep? Daar is één dingetje, dat ik ben het er, zeg maar, de term queer wordt steeds meer geassocieerd ook met mindset. Met mindset. Yeah. Mm-hmm. En als je bij jezelf hebt nagedacht over je gender en je seksualiteit en daar is uitgekomen dat je wel overwogen weet dat je inderdaad cisgender en heteroseksueel bent, maar je bent ook actief anti, zeg maar, alles waar queer meteen anti tegen is, omdat het een bedreiging is. Dus je bent pro-queer? Ja. Ja. Anti-anti? Ja, anti-anti. Dan heb ik er iets minder moeite mee. Als je wel duidelijk laat zien in een kamer waar er mensen zijn die queer zijn vanwege hun identiteit, dat je die stem dan niet wegneemt. Hmm. Dat is, ik ga eerlijk zeggen, voor cis-hetero mensen de veel te grote taak. Ik zou misschien zelf, ik ben iets meer militant trans, dus ik ben heel snel. Ik zeg dat je moet lijden om bij de transgroep te horen of wat dan ook, maar ik ben wel van, als jij cis bent en je bent hetero, gefeliciteerd. Weet je, een lekker blend, de mayonaise, de sausen. Mm. Maar gebruik je privileges. De zout onder de spices. Ja, de zout en spices. Gebruik je privileges niet om bij ons in de groep te komen, maar gebruik je privileges om ons groep vooruit te pushen. Weet je, wees ons Trojaans paard en lift ons naar binnen. In plaats dat je als paard over ons heen gaat rijden en zegt, ik wil ook bijhoren, want daar heb ik geen fuck aan. Nee, dus ik zou eerder dan zeggen van, hey, het is oké, je mag cis zijn, je mag hetero zijn. Niet iedereen kan kurkuma zijn, soms moet je zout hebben. Yeah. Maar luister naar ons. En push ons dan naar voren. Kurkuma is fucking lekker. I know. Ik vond het een heerlijke zelfverheerlijking. Thank you. Kurkuma is zo fucking nice. Ja, het zit voor eeuwig onder je nagels als je het goed mee gekookt hebt. Yeah. Maar weet je, het is ook een goede hint om te laten zien dat je trans bent. Steen. Ja, weet je, we laten vlek achter zoals het hoort.
Maar dan vind ik wel van, fijn, je mag niet bij ons in de groep zitten. Je mag like, naast ons komen zitten aan de koele tafel. Ja. Maar weet je, gebruik dan alles erbij. Je hoeft niet altijd in de groep te zitten om met ons mee te werken. Dus dat vind ik ook wel heel belangrijk. En misschien is dat gewoon, ik wil zo'n hek opbouwen. Meer omdat heel veel trans dingen worden vaak gestolen. Ja. En dan doorgeven aan cis mensen. Ja. En mijn grote voorbeeld is Harry Styles. Ja. Oh, yes. Ik haat Harry Styles. Als ik hem zie op de straat, dan zou ik hem instant vechten. Ik vind die fucking sjaal bij de Grammy Awards verschrikkelijk. Als ik dat ding zie, wurg ik hem persoonlijk ermee. Knip dat eruit voor het Harry Styles mooi tegenkomt. Maar ik vind bijvoorbeeld queer Harry Styles, of hij wel of niet queer is, maar voor nu is hij cis en is hij hetero, zover we het weten. En hij steelt heel veel queer aesthetics om zichzelf naar voren te pushen. Ja, dat is inderdaad een heel groot ding wat heel veel gebeurt. En aan de ene kant super chill dat je meehelpt om het breder bekend te maken en meer oké te maken. Maar het gaat niet tegenwerken. Maar wees je ook bewust dat mensen die dit als niet alleen maar een soort kledingkastkeuze, maar als identiteit hebben, in elkaar geslagen worden en heel veel problemen hebben. Dus lak je nagels en breek het hele fucking cis-systeem. Maar be aware fuck dat... Fuck the system. Ja, fuck the system. Maar wees aware dat wat voor jou een keuze is, voor andere mensen dat niet is. Dat is het. Ja, en na... Ze zijn wel echt afgedwaald of het thee nog bij hoort, maar... Ja, weet je, maar even hun stijl dus bashen. Echt hard mee oneens. Echt hard mee oneens. Omdat ik het juist... kijk, het is iemand met een platform. En ja, het is iets toe-eigenen wat niet van jou is. Maar het is ook niet alsof er echt heel veel andere opties zijn die net zo'n groot platform hebben. En dan denk ik, als je dan toch zo'n tering groot bereik hebt, plus voor zover ik weet, heb ik nooit iets horen zeggen over dat die andere pronouns zou hebben dan hij, hem. Maar er zijn wel heel veel situaties van liedjes, teksten of interviews waar in ieder geval wordt gehint naar dat hij in ieder geval niet hetero is. Maar is dat queerbaiting ook? Want hij kan hinten daarna, omdat we nu weten dat queer zijn cool is. Dus al die meiden springen dat erop. Niet doen. Of niet. Of juist zeggen, dat vind ik, tenminste ik hoop heel erg dat het is. Ik hoop niet dat het een angst is dat hij niet uit de kast wil komen omdat hij bang is dat hij dan fans kwijtraakt. Ik hoop dat het gewoon hem, dat het hem dusdanig niet boeit om te zeggen wat zijn label is. Dat hij gewoon maar denkt, vul het zelf maar in. Dit ben ik en ik ga jullie een kant van mezelf laten zien die ik wil laten zien. En wat dan mijn seksualiteit is, dan moet je er zelf maar bij verzinnen. Maar je stipt ook wel aan wat misschien belangrijk is, ja, over de reach. Het is dus ook, misschien is dat wel juist meer het argument. Het is dus het feit dat de mensen die waar het vandaan komt, dat de mensen zijn die je eigenlijk op zo'n soort platform zou moeten zetten. Die moeten reach een hebben. Een reporter die dit al jaren doet en nooit... Nu pas bekender is geworden. En een Harry Styles die het één keer doet en dan enorm wel op Time Magazine komt, dat is weer een ander gespreksonderwerp. Ja. Maar dat is volgens mij dusdanig verstrengeld in elkaar dat het moeilijk is om daar los van... Plus, je moet hem dan ook breder trekken. Dus als je dan vindt dat Harry Styles dit niet mag doen, dan moet je ook zeggen dat Billie Eilish niet meer mannelijke kleding mag dragen. Die staat daar heel erg voor, een soort dan moet je het privilege tackelen ervan. Ja. Want vrouwen die tomboy kleden, dat vinden allemaal leuk. Precies, gezellig, nee, maar dat fijn. Is ook zo'n gedachte. Ja. Dat nee, ik denk, ja, dan inderdaad... is het één specifiek persoon. Of is het überhaupt de hele viewpoint? Het systeem. Ja. Is het systeem. Want ik ben prima eens met dat het systeem anders moet. Sowieso. Maar zolang het systeem zo is, dan heb ik liever dat een Harry Styles dit doet, dan dat een, nou, noem een voorbeeld van een zanger die net zo groot bereik heeft, die dit niet doet. Conclusie, wat moeten we doen met die T in de LGBT? Ik zou voor nu er sowieso lekker, in ieder geval niet onderling gaan vechten, want dat heeft helemaal nergens zin in. Mochten we nog op een gegeven moment denken, nou, we willen toch een soort afsplitsing, kunnen we dat altijd doen. En voor nu is de term queer gewoon. Zeg gewoon queer en ben gewoon cool. Ja, en wil je toch het hele alfabet zeggen? Cool, leuk met jou gekregen. Het begint met de A en het eindigt op de Z. Ja. En we gaan een referendum starten over de Texit. Alle trans weg mogen stemmen of ze willen blijven of niet. Ja, en ik ben ook wel benieuwd of er, om dan toch daarop in te gaan, of er meer mensen zijn die aan jullie kant staan in de Harry Styles discussie. Ja. Oh ja. Of meer mensen aan mijn kant. Ja. Thanks voor het kijken naar deze video van Kutmannen. Alles in het scherm is klikbaar. Wil je nou toevallig meer van ons zien? Abonneer dan op ons YouTube-kanaal. Volg ons op Instagram en like onze Facebook.
Steun ons op Patreon. Dan kunnen we allemaal mooie dingen doen. Zoals meer binder giveaways. En daarbij, als je zegt van, hey, ik kan jullie per maand steunen. We hebben ook een donatielink onderin. En dan kun je ons gewoon geld geven en je zin in hebt. Bedankt voor het kijken weer. En tot de volgende keer. Doei. Later. Hou van je.